Oké, mag wel. Ontspannen, doch plechtstatig zijn. Ik moet zeggen, je hebt een essence in het statieportret waar menig koning een punt aan kan zetten. Dus, dat is... Oké. Okay. En wat was uw motivatie om burgemeester te worden? Mijn motivatie was om zeer dicht bij de bevolking te staan. Oudenaarde is een wielerstad bij uitstek, wielermuseum enzovoort. Je bent daar grotendeels verantwoordelijk voor, ook voor het imago van... Dat is imago, hè. Imago. Tot de wielerstad van Vlaanderen, waar eigenlijk ook dus niet alleen het competitief gegeven, dus de ronde op zich... Maar waar ook natuurlijk ook heel veel wielertoeristen komen natuurlijk om Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen te verkennen. Dus de vorige burgemeester, de burgemeester van Deinzen, is met de fiets gekomen, u dus ook vanmorgen? Toch niet. Nee. Deze morgen was het iets moeilijk. Het was ik zeg, iets, te, fiets iets te koud, het is een beetje ver ook. Hè? Ja. Mocht je recht staan achter de stoel? En bent u zelf ook een fervent fietser of niet specifiek? Wel, eigenlijk niet. Dus, maar de stoel mocht eigenlijk op de plaats blijven staan waar het stond. Ja, een beetje achteruit en een beetje zo. Nee, de stoel. Ja, zo, ja, oké. En nu mag je achter de stoel staan? Ja, een klein beetje inschuiven naar het midden? Nee, zonder de stoel te verplaatsen. Ja, perfect. Oké, ja, dat is goed. Ja, hij mag zo iets meer... ontspannen? Ja, een beetje meer ontspannen. Ja, dat is goed. En kin iets lager? Dat is voor de reflectie en de bril. Kin een beetje lager. Ja, oké, okay, perfect. En wat zijn de grote problemen in de stad als Oudenaarde? Wel, we hebben niet echt grote problemen, mag ik zeggen. Ja. Dus financieel doen we het zeer goed. Hè? Dus daarbuiten hebben we al een beetje de mobiliteit. Waar we dus momenteel aan een actualisatie bezig zijn natuurlijk. Het verkeer, aanleg van nieuwe fietspaden. Mm-hmm. Dus is niet echt problematisch. Maar goed, dat zijn wel aandachtspunten. En ook, ik heb het daar juist verteld ook, de aanleg van een nieuw voetbalstadion met een splinternieuwe tribune. Die na 70 jaar, dat ze er staat, toch wel een vernieuwing zijn op de rest. Dus het is eigenlijk een beetje een gemakkelijke job, burgemeester van Oudenaarde. Wat gemakkelijk, de dagelijkse problemen zijn. Er zijn ook de uitdagingen naar de toekomst toe natuurlijk, op langere termijn. Maar echt zeer grote problemen hebben we niet. Nee, en dan kan je op de dingen focussen die er wezenlijk te doen. Wat zegt u? En dan kan je op de dingen focussen die er wezenlijk te doen en niet te... Wel, inderdaad. Dus die zaken die voor ons belangrijk zijn natuurlijk. We zijn een sportstad. We zijn ook een toeristische stad natuurlijk. We trekken veel toeristen aan. Ook vanuit het buitenland. En dat komt natuurlijk in grote mate door de ronde natuurlijk. Mm-hmm. Waar de aankomst en uitnaar gekomen is, trekken wij. Dus niet alleen de periode voor de ronde, maar het ganse jaar door toch wel veel toeristen ook uit het buitenland aan. Oké, okay. En dan de burgemeester van Nienhoven was hier daar juist. Ja. Als je elkaar tegenkomt, zijn er dan geen spanningen? Zo van, wel, eigenlijk niet. Moet zeggen dus dat altijd zeer hartelijk is. Hè. Okay. Ik ken Tanja al zoveel jaren natuurlijk. Het eerste jaar, tweede jaar, na die verhuis van de aankomst van de ronde, was dat natuurlijk dat was iets gemoeilijker natuurlijk toen ik mij bewoog in Nienhoven. Maar dat is nu lang vergeten. Want de ploeg is glad gestreken en ze weten dat hij er eigenlijk niet veel mee te maken had. Dat niet uw schuld was. Dat niet mijn schuld was, okay, inderdaad. In het begin was dat niet zo duidelijk voor hen, maar achteraf is gebleken dat we ons best gedaan hebben om die ronde binnen te halen, maar dat we daar niet echt... Onder een slecht gestaande in Nienhoven toekomen, ik zou het niet willen meemaken. Ik weet het. Hartelijk bedankt. Oké, bedankt ook.